Ja, jullie zitten wel mooi bij. Is dat normaal dat iedereen gewoon zegt wat hij denkt hier? Ja, dat is hier normaal. Dat is al van jaren af eigenlijk al zo. Ja. En wat is daar fijn aan dan? Dan weet je meteen waar je aan toe bent. En dat is het overboerderijtje. En die verdering kunnen ze ja tot 1408 terugbrengen. Kijk, en dan heb je die blokken. Ja, je ziet het net of klein, maar het is heel groot hoor. Kijk eens, dat is helemaal bij de investering. Dus helemaal mooi uitgeslagen. Maar helemaal van die platen, maar dit zijn allemaal blokken. Dat is zeldzaam mooi hoor. Echt heel mooi. Ach ja, zelf heb je er eigenlijk of geen interesse in, dat is niet helemaal correct. Maar omdat ik hier altijd al gewoond heb, dan raak je er zo aan gewend. En heel veel mensen die komen, zijn in de loop van de jaren hier geweest en zo, en dan vragen. Ja, dan word je wat ouder en dan denk je, ach, al die toestanden. Het binnenste van inktvis is. Dit zijn belamieten. Fossielen. Dit is de binnenkant van de inktvissen. Dit is een echt heel erg oude waterpomp. Als je zo omhoog doet, kwam er vroeger water uit. Dat is fantastisch, dat is echt mooi. En dan kun je zo 8, 9 meter naar beneden kijken. Nu is er dus allemaal wat water in gelopen. Ja. Dat is echt een hele mooie put. Beter is nu dan vroeger. Vroeger was helemaal oude woning. Ja. 197 jaar. Ja. In Enschede Oefalo is nooit gebouwd. Ja, hier ook. Ja, 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 hier waren 100 jaar. 97 jaar waren oude huizen. Ja. Het was allemaal goed zo. Wat vindt u van het resultaat van de wijk? Ik vind het resultaat erg goed. De wijk is erg mooi geworden. Ik hoor ook van de bewoners hele positieve geluiden, maar dat ze allemaal mooi vinden. De huizen staan er mooi bij, de kwaliteit is goed. En straks wordt de wijk nog steeds mooier, want daar komen de bomen in. Dat was het gebeurde in het najaar van 2013. Nou, en dan krijgt de wijk echt een compleet beeld. Dus ik denk dat over een paar jaar een heel mooie wijk staat, een hele mooie wijk staat met veel groen erin. Heeft u zelf meegeholpen met het bouwen? Nee, daar had ik geen tijd meer voor en dat was ook een onderdeel van de aannemer. Zelf heb ik vroeger ook gewoon huizen gebouwd. Maar goed, ik ben nu projectmanager en dat wil zeggen van dus dat je alle informatie moet verzamelen. En moet zorgen dat iedereen op de juiste tijd van informatie wordt voorzien. En dat het bouw eigenlijk heel vlot kan doorlopen. Dat is eigenlijk de kunst van het projectmanagen. Ja, je. Ja, met je u. Of ik hem zou kunnen gebruiken. Ja, zeker. Ja? Ja, zeker. Dan. Hartstikke mooi. Er wordt gewerkt hier. Ja, er wordt gewerkt. Dat zei ik ook al. Ja, een beetje beter. Dat vond ik ook van de week, hoor. Ja. Dit zijn de buren van nummer 1. Zij heeft heel veel prijzen gewonnen met op hoge haken te rennen. Rennen? Ja. Het zijn hele aardige mensen. Ze heeft de bruiloft bijna bij elkaar om te trouwen. Nou, we staan hier voor het nieuwe huis van Gustavo Arnink en Rianne Kleinbrinke, mijn vriendin. Ze zijn allebei voor de studie naar Enschede gekomen en hier blijven hangen. En hoe bevalt de wijk tot nu toe? Uitstekend. We hebben nu wat hinder van de weg. Er wordt hard aan gewerkt, maar... Ja, de snelweg dichtbij, het centrum dichtbij. Dus niks te klagen wat dat betreft. Nou, het centrum is nog wel is nog een eindje weg, toch? Ik loop graag, dus ik kijk niet zo op een paar kilometer. Kom verder. Bijbaantje bij de post, dus vandaar dat ik
Ik denk dat hier nog van de post ligt. En hier gaan jullie door naar buiten. Zo. Kunstgras? Ja, kunstgras. Dus altijd groen zeggen we maar, hè? Ja. Ja. Hoe is het huis gebouwd? Is het ook, laten we zeggen, net zo goed gebouwd als de huurhuizen? Of is het beter gebouwd dan de huurhuizen? Ik hoop dat het even goed is gebouwd. Het bevalt ons in ieder geval uitstekend. Ja, maar u bent de enige die het gekocht heeft, hè? Deze straat, inderdaad. Nog een paar mensen, geloof ik, maar niet veel. Ik ben Melissa. Ik ben Jan. En we presenteren de film waar we allemaal hadden gemaakt van Veldlinna van Nieuwhuizen. Ja, in het begin toen ik het huis zag, dacht ik, ik wil hem niet eens mee te klein. Omdat ik ook met de rollator moet en met de rolstoel. Maar toen ik hier dus in kwam, dacht ik, het is toch groot genoeg. Ja. Mijn spulletjes passen er allemaal netjes in. Dit is dan een rommelzolder. Nou, we gaan naar boven toe en als je dan naar rechts gelijk kijkt, dan zie je de buizen. Oh. Dus dat is een zolder die je weg kan gooien eigenlijk. Ja, en dan hadden die buizen dus ook zeg maar daar het... Van die en daar uit het dak. Uit het dak. Ja, dat had ook gekund, ja. Dat is de apparatuur die ze gebruikt. Ja. Dan kan het hier nog naar buiten. Als hij naar buiten kan, wat doet hij dan? Ja, dan zit ik achter de computer en dan doe ik bingo spelen en spelletjes. Heb je met jouw buren een band of? Nee, niet echt. Nee. Ik kom nergens, dus dan is het heel moeilijk om een band met de buren te krijgen. Vindt u het dan niet echt dan dat je niet naar buiten kan en zo? Ja, vind ik vervelend. Ja. Dat is best wel echt dan. Dat is wel heel jammer. Ja. Kent u die man? Is het een van uw familie of? Nou nee, het is een kennis. Oké. Okay. Nou, is wel tenminste een eigen goede kennis. Kennis, ja. Een hele lieve man is daar. Maar ik vind toch wel dat ze het hier mooi hebben gelegd. Nou, gelegd. Ze hebben alleen maar een stukje voor de deur gemaakt, zeg maar. En dat was het enigste. En eigenlijk een looppad naar de schuur toe. Maar de rest van de tegels heb ik zelf in moeten leggen, zeg maar. Daar is het nog niet af ook. Dus... Ja. Maar wat gek dat u dat zelf heeft moeten doen, of niet? Of, ja, vind ik wel een beetje gek. Je moet er toch zelf wel van maken, zeggen ze. Oh, want nu leggen we maar een speciaal gedeelte dan. En dan ben je klaar. Hoe kwam je op het idee om een aquarium in het huis te doen? Omdat ik dat heel gezellig vind. Het leeft, daar kun je lekker bij ontspannen. Ik vind dat heel mooi. Oh, lekker. Doe maar. Verse feta? Heb je die zelf gemaakt, die feta? Ja, deze is zelf gedaan. Mijn vrouw gedaan. Kan je vrouw dit zo goed? Dit kaas. Ja? Nou, we werken. Hè? Deze kaas, Arabisch kaas. Arabisch kaas? Ja. Wat is dan het verschil tussen feta? Wat is dat? Feta. De hier? Ja? Ik weet niet. Arabische kaas. Ja, Arabisch kaas. En wat is het verschil tussen feta? Ik maak hem van de melk van de koe. En feta is van? Nee, het is gewoon melk van de koe. Ik zelf maak het. Het is Arabisch kaas. Maar het is heel lekker. En dan maak je hier een huis? Ja, ik zelf maak hem thuis. Mag ik dat even zien? Ja, tuurlijk. Ja? Ja. Oké. Okay. Deze is een oude vrouw, dus alles vergeten. Ja. Oude vrouwen deze. Ja. 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 Ja.
je dat dus alles is voor jou, het is heel goed. Ja. Mag ik even naar je kaas? Ja. Ik ga even met hem mee naar de kaas. Ho! Wij maken een wijkfilm. Ja, kijk, ik maak hem, kreeg hem in de koelkast of in de bevries. Laat ik eigenlijk alleen. Ja, niet. Dat is Arabische kaas. Ik moet het zeggen, Gali. Ik krijg hem de zakken die ik zelf te draaien heel goed. Het maken hem. Het maakt zo'n groot stuk. Ik snijd alles. Ik krijg hem de zout. Ik krijg hem per stuk in de zakje. Ik krijg hem de koelkast. En dan bewaar je het in olie? Nee, zonder olie. Zonder. Mag je proeven? Kijk, bij mij hebben we ook geproeven. Kijk. Deze mag je proeven. Deze mag je proeven. Mag je proeven? En als je het nou neemt, kijkt die. Die is lekkerder. Die is heel lekkerder dan uit de winkel. Ja, die is lekker, ja. Je hebt een groentetuintje. Ja. Hou jij dat bij? Ja, heb ik gemaakt. Achter thuis heb ik bij mij fris, heb ik voor mij ei. Hebben bloemen ook, Arabisch groenten. Is dat genoeg? Ja. Heb je het hele jaar, nee toch? Nee, alleen van de zomer. Alleen van de zomer? Ja, van de winter niet, nee. Ja, we moeten gewoon blijven hier, het is heel leuk in Enschede. Ook in Enschede is heel mooi Enschede. Hoeveel jaar ben jij? 11. Vindt u het hier leuk om hier te wonen? Ja, heel leuk. Maar vaak voetbal ik in de voetbalkooi. En dan voetbal ik vaak met de grote jongens. Heb je hier ook veel vrienden? Ja, heel veel eigenlijk wel, ja. Ja, soms heb ik wel ruzie, maar vaak is het dan in één dag is het weer gewoon over. En dan spelen we gewoon met elkaar. Ja, maar dan zit je toch bij elkaar in het lokaal? Ja, heel veel. Ja, dat. Mooi. Gooi het Het is nu wel heel erg veranderd, hè? Ja, het is mooi, hoor. We hebben nou een nieuwe vloer erin gekregen. Waar wonen jullie nu? Ik woon nu... Je woont hier? Ja, ik woon hier al 3 jaar. Maar, en waarom zijn ze nu nog bezig? We hebben hier een nieuwe vloer allemaal in gekregen. Okay. En dat was niet goed. Okay. Dus... Dat was eigenlijk dan het enige? Of, ik zie dat ze ook nog met de bedrading bezig zijn. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Ik was je nog niet vergeten. Ik heb 3 jaar in de Wasstraat gewoond, mocht ik wel graag wonen. Nou zit ik in een woning wat gerenoveerd is, maar hier vind ik het gezelligere en leukere. Mensen mag ik hier graag. Leuke, gezellige straat. Buurtbewoners zijn teruggekomen? Ja, er zijn er wel wat. Gekomen. Ja. Dus. Oh, zo.
Ik kom de tanden controleren. Hey, alles wordt gerenoveerd. Ja, nee. Nee, dat mag wel hoor. Zie je, ik bedoel, dit is groot zakje. Ja, want vorige keer dat ik hier was, waren ze nog bezig. Waren ze bezig? Nu is alles klaar. Maar waar heb je al die spullen gelaten? Ergens opgeslagen? Wisselwoning, hier iets verderop. Okay. En dat duurt ongeveer 4-5 dagen. Maar de bouw die heeft ons heel netjes behandeld. Mensen die gaan je fruisen, ze zetten alles op de plaats en zo. Ja. Ja, dat vind ik leuk. En net wat ik zeg, aan de wasstraat raak ik helemaal geen grond. Nee. Kijk, en hier wel, hè. Ja. Gaat mooi zitten, gezellig. Zie je dat? Ach, man. Ja. Uitstekend. Maar dat betreft heb ik goede rel gedaan. Hé, Jackie is ook op de camera. Wonen jullie in deze wijk? Ja. Nou ja, zij woont voor de helft. Ja, ik woon in Velven en ik woon in Glanenbrug. Komt dat? Omdat mijn ouders gescheiden zijn. Mijn moeder woont in Glanenbrug. Ze heeft haar een nieuwe vriend. Ja, ik heb een handige gestolen fiets. Wist je dat nog niet? Tuurlijk, want daar denk ik heel goed mee. Mijn fiets is ook een paar keer gespikt door haar. Kishan woont wel in de wijk, maar hij heeft een eigen winkel. Aan de andere kant van de singel. Zoon en dochter zingen. Dat weet jij? Ja, hier. Kan je wel. Je lijkt wel een beetje wat op Bob. Ja, maar ik heb geen laatste haar. Nee, maar je hebt toch zo'n pruikje? Nee, ook niet. Nee, heb ik niet. Het voelde zo'n mooie staart. Staart heb ik al lang geknipt, joh. Zeg maar, waarzegger zeg ik moet mijn haren knippen. En ik zeg waarom? Ja, zeg ik, dan zie je anders. Ik zeg, oké, dan knippen we dat. Nou, dan heb ik hem geknipt. 8 maanden geleden. En waarom ga je naar een waarzegger? Ik weet niet, hij kwam bij mij in de winkel. Dat is brutaal. Hij liep zo langs en dan kwam hij in de winkel met mijn kuier. Daar heb ik een paar keer gepraat met hem. Ja. Maar Kishan, ja. Jij woont in Velven. Ja. Juli 2000 ben ik daar verhuisd. Goeiedag. Hallo. Ja. En sinds die tijd woon ik daar. Maar wat voor winkel heb je eigenlijk? Wie ik, een winkel met alles. Maar je bent eigenlijk best jong. En je hebt veel dingen al gedaan. Tuurlijk. Ik blijf zo altijd jong, hè. Dus ik volg de Kamasutra. Ja? Dan blijf je jong. Wat is de Kamasutra? Zal ik je later vertellen. Ik ben een tafel aan het verven achterop. Ik ben groen. Stuur hem voor Max, ik man. Hé, hey, jongeman, goeiedag. Kan ik iets voor je doen? Vertel eens, mijn jong. En hoe gaat dat hier met de wijk? Ja, wel goed. Ik heb goede contact met de mensen hier in de wijk. In het begin moet je gewoon tussenvatten. Je moet je niet groter voordoen dan je bent. Gewoon jezelf zijn en je aanpassen aan de mensen in de wijk. Dat is het belangrijkste. En niet denken van, nou, ik ben hier de beheerder en ik zal hier de laagste wel uitdelen. Nou, zo werkt het hier niet. En dan loopt alles vanzelf. Had je dat gelijk al in het begin? Nee, in het begin moest je kijken van wie is dat dan? Is een vreemde? Die kennen we niet, even kijken hoe die is. Ik heb hier heel veel collega's die voor me hebben gezeten. Die zijn hier weggegaan door omstandigheden.
En ik ben een van de langzittende beheerders die op deze tuin zit. Was een man die had eer gestolen. Die moest voor de rechter komen en die liep bij de Staatsbank. Ja, zeg maar, mijn lieve man, ik had geen geld en ik heb 3 kinderen die ik onderhouden moet. Ja, kijk maar normaal. Wat vlees kost in Borg. Ja, vlees, dat moet je dan niet nemen. Nee, dat kan ook niet, dat zit er niet aan. Nee, ik denk, zo'n grote zak aardappels en wat blik. Ja. Ja, omdat mensen te weinig uitgeven. Maar wij zijn toch de economie. Als wij niks uitgeven, dan is dat toch niet raar dat het omlaag gaat. Dan loop je maand achter met de mensen, dus dat moet weer betaald worden. Of je hebt nog wat link van de orthodontist, wat nog betaald moet worden. Je moet je eigen bijdrage voor 3,5. Nou moet je met je benen aan hangen, zit hij op 700. Wegvakantie. Dat is geen 700, maar ze moet je 700 moet je betalen. Nou, ik vind, en dan moet je zien, de helft van de medicijn moet je zelf betalen. Ja, dan is geen aardappels met groente en vlees, maar dan wordt aardappelpannenkoekjes. Ja, of niet. 2 dagen vreten, zodat je trekken kunt. Annie. Ja, zo verzinnen we wel wat. Je moet gewoon een beetje creatief worden. Dus hou het een beetje in de gaten. Staat iedere keer in het bijkantje genoteerd. En kom dan, nadat het weg is, nog even willen kijken. Dat is al een paar keer over gebeurd. Oh, ik had het nog even willen zien. Ja, jammer dan. Maar kom, hou het even in de gaten. Het is de moeite waard om het te kijken. Georgina Klinkhamer, Funky Freaky Animals. Een luchtig interieur van Michael Rutgers. De ska. Een portret van de volksbuurt van Sonna Krom. Als je een doel hebt of een droom, maak het dan waar. Laat gewoon. Je moet je gewoon niet tegen laten houden door andere mensen. Je moet gewoon doen wat je zelf hebt. Ja. Ja, dat was het dan. Samen met de AAA-team. Het einde van de film. Wij wensen u een hele fijne avond nog. En bedankt allemaal. Tot ziens. Wat vindt u van het resultaat van de wijk? Ik vind het resultaat erg goed. De wijk is erg mooi geworden. Ik hoor ook van de bewoners hele positieve geluiden, want dat ze allemaal mooi vinden. De huizen staan er mooi bij, de kwaliteit is goed. En straks wordt de wijk nog steeds mooier, want daar komen de bomen in. Dat gebeurt in het najaar van 2013. Nou, en dan krijgt de wijk echt een compleet beeld. Dus ik denk dat over een paar jaar een hele mooie wijk staat met veel groen erin. Heeft u zelf meegeholpen met het bouwen? Nee, daar had ik geen tijd meer voor en dat was ook een onderdeel van de aannemer. Zelf heb ik vroeger ook gewoon huizen gebouwd. Maar goed, ik ben nu projectmanager en dat wil zeggen van dus dat je alle informatie moet verzamelen. En moet zorgen dat iedereen op de juiste tijd van informatie wordt voorzien. Vroeger waterhuis. Dat is fantastisch, dat is echt mooi. En dan kon je zo 8-9 meter naar beneden kijken. Nu is er dus allemaal wat water in gelopen. Ja. Dat is echt een hele mooie put. Beter is nu dan vroeger. Vroeger was helemaal oude woning. Ja. 197 jaar. In Enschede Oefalo is nooit gebouwd. Ja, hier ook? Ja, ja hier waren 100 jaar. 97 jaar waren oude huizen. Ja. Het was allemaal goed zo. Kijk eens, er is helemaal bed in mijn steen. Dus helemaal mooi uitgeslagen. Maar hier allemaal van die platen. Dit zijn allemaal blokken. Dat is zeldzaam mooi hoor. Echt heel mooi. Ach ja, zelf heb je er eigenlijk of geen interesse in, dat is niet helemaal correct. Maar omdat ik hier altijd al gewoond heb, dan raak je er zo aan gewend.
En heel veel mensen die komen, zijn in de loop van de jaren hier geweest en zo. En dan vragen, ja, dan word je wat ouder en dan, dan denk je, ach, al die toestanden. Het binnenste van inktvis is. Dit zijn belemnieten. Fossielen. Dit is de binnenkant van de inktvissen. Dit is een echt heel erg oude waterpomp. Als je zo omhoog doet, kwam er. Ja, jullie zitten wel mooi bij. Is dat normaal dat iedereen gewoon zegt wat hij denkt hier? Ja, dat is hier normaal. Dat is al van jaren af eigenlijk al zo. Ja. Ja. En wat is daar fijn aan dan? Dan weet je meteen waar je aan toe bent. En dat is het overbloeide redje. En die verdering kunnen ze ja tot 1408 terugbrengen. Kijk, en dan heb je die blokken. Ja, je ziet net of klein is, maar het is heel groot hoor. En dat het bouw eigenlijk heel vlot kan doorlopen. Dat is eigenlijk de kunst van het projectmanagen. Of ik hem zou kunnen gebruiken. Ja, zeker. Ja? Ja, zeker. Hartstikke mooi. Er wordt gewerkt hier. Ja, er wordt gewerkt. Dat zei ik ook al. Ja, een beetje bij. Dat vond ik ook van de week, hoor. Ja. Dit zijn de buren van nummer 1. Zij heeft heel veel prijzen gewonnen met op hoge haken te rennen. Rennen? Ja. Ze zijn hele aardige mensen. Ze heeft de bruiloft bijna bij elkaar om te trouwen.